Wat een site van ND Allianz, ben ik welkom bij een nieuwe aflevering van Return to Monkey Island. De vorige aflevering kwamen wij in een... What the fuck dit is? Een speeltuin? Een kermis? What the hell? En nu gaan we verder. Dang. Stan makes LeChuck better every time. The secret is mine. Each time I come here, Stan really ups the challenge. But it's still LeChuck 0, Guybrush Threepwood 6. The secret is mine. Nice twist adding in Madison, Trent and Lila. Ik ben heel erg in de war. Fooled for a while. The secret. Hey, je had het wel de laatste aflevering kan zijn, nee, jongens. Well, back to my boring flooring inspector job. Until next time. What the hell? Dagnabbit, it's locked. If only there was a key. Yeah, I should have suspected Stan's involvement the minute I saw how cheap and gaudy this is. It was nothing. I was just picking some flowers. What the hell? Is it all? Was it all a grap? The switch is locked. Elaine, thank goodness you're here. Of course. Where else would I be? I'm not sure where I am all of a sudden. You're right here with me. But we shouldn't stick around too long. I was just underground on Monkey Island, and now we're on Melee? Things just go by in a blur sometimes when you're having fun, don't they? This is full of shit. How'd it go with Flair? Let's just say I made my point. How did you get here before me? You know I always try to stay a step ahead. Ik heb het gevoel dat hier een beetje bullshit kan. Ruffled in the fight. I like it. I'm gonna look around some more. Ik voel enige vorm van bullshit. I'll treasure this forever. Score! Free popcorn. Ik krijg een sleutel, toch? Ik had zei, ik heb een sleutel. Historic landmark. The original secret, a pirate adventure park. Established 1989 by R. Gilbert. I'm gonna look around some more. Nee. I'm ready to go. Good. Me too. Je gaat me vertellen dat dit letterlijk de game is. Ik geloof het niet. Dad, that was a silly ending. And it didn't even make any sense. You're terrible at endings. I thought you liked silly endings. You and Chucky play the ending of Monkey Island 2 really silly. That's different. We're kids, and we're just goofing around. You're the one who said you can't just change things. You said that's not how storytelling works. I did? I want to know the secret. You have to tell me what it was. The chest was filled with gems, rubies, and gold. A prize fit for a king. Or a mighty pirate. I buried it on a small island and made a really cool-looking map to where it is. Are you filling our son's head with your outlandish stories again? I was telling him the one about how we found the secret of Monkey Island. Oh, that one. Every time you tell that story, the ending gets stranger and stranger. Let's go down to the docks and watch the galleon head out. Yay! I found the lost map to the treasure of Maya Island. It's going to be a fun adventure. I'll meet you down there. Oké. Okay. En nu? Ik wou zeggen, gaat er wat gebeuren? Wauw! Ik had eigenlijk verwacht dat we nog wel een afleveringetje zouden kunnen doen, maar... is niet erg. Ik bedoel, dan is deze aflevering gewoon lekker kort. Een klein afleveringetje waarin we allemaal erachter komen. Het was allemaal een grapje. Het was allemaal een kermis.
er wel een fitting einde voor een game zoals deze. Maar mensen, dat was dus Return to Monkey Island. Wat vond ik van de game? Ik vond de game goed. Ik vond de game sterk. Ik heb gelachen om de humor, niet te overdreven. Goede humor. Artstyle vond ik heel gaaf. Het speelde lekker weg. Het was redelijk duidelijk. Ik heb niet heel vaak naar het hintboek moeten kijken. Al met al, goede game. Leuke game. Vermaakt. Absoluut. Leuke characters. Leuk verhaal. Uiteindelijk is het verhaal gewoon... Hij die aan zijn zoon een verhaal vertelt over iets wat niet is gebeurd. Want dat is wel een beetje garbage volgens mij. Zoals ik al zei, ik ben hier blind ingegaan. Dus ik weet er verder helemaal niks van. Van de vorige games ook niet. Maar zou ik naar aanleiding van deze game de andere game spelen? Sure, waarom niet? Laat maar even weten of jullie daar interesse in hebben. Want ja, de game, naar mijn mening, leuk. Leuk spelletje. Zou ik deze game zo aanbevelen? Zeker weten. Zelfs voor full price zou ik het zeker overwegen. Het is, nogmaals, het is gewoon een goed in elkaar gezet spel. En daar hou ik van. Solid game. Dus ja, 100% aanbeveler om deze te gaan spelen als je houdt van point-and-click adventures, zoals ik. En ja, dat is eigenlijk alles wat ik erover te zeggen heb. Soundtrack is redelijk beperkt, wel leuk. Sommige nummers zijn wel leuk, zoals het intro nummer is zeker leuk bijvoorbeeld. Maar ja, redelijk beperkt voor mijn gevoel. Voice acting is goed. Favoriete moment van de game was wel, denk ik, de kroon. De kroning, ik ben koningin van Bermuda. Dat is grappig. Ja, volgens mij niet echt een dieptepunt gehad. Niet echt dat ik zoiets had van, nou, dat is echt niet goed gedaan. Dus met dat gezegd heb ik even kijken of we nog een post-credits scenes hebben. Het duurt wel lang. Nee, geen post-credits scene. Wel iets toegevoegd aan de script. Hey, want to see my Mighty Pirate scrapbook? Ever since I was a kid, I wanted to... Ja, maar ik wil eigenlijk wel even kijken wat er dan is toegevoegd. These... It was a race to get to the secret first. Oh, dit is gewoon... Chase LeChuck back to Monkey Island again. Wait, what's this? Even kijken. Oh, wauw. Dit is over de game development. Okay, ik zal wel gewoon voorlezen. Development won't start for another month or so, but we've been thinking about this for a while. It seems like a good time to jot down a few thoughts and then stash them away as a sort of time capsule message for our future selves about what we're setting out to do with Return to Monkey Island. Who knows, we might learn something. Return to Monkey... Monkey Island has historically been a reflection of the lives of the people who made the games. The Secret of Monkey Island was about a young person setting out to pursue an exciting new career. As designers in our 20s, that is what we all were. The sequel, LeChuck's Revenge, was in many ways about the difficulties of making a sequel, or at least about what one does immediately after something that felt like a great success, but which went unnoticed by most of the world at large. Many years, 20 to be exact, later, after Guybrush had gone a couple of adventures with other teams who had their own hopes and challenges, we set out to make Tales of Monkey Island as a story about trust, but what jumps out most for us is what it feels like is, what is that it feels like a story about grown-ups. Dus eigenlijk alle games tot aan, zeg maar, dan refereren naar de hoe het developen van een game is. Dat is wel interessant om te lezen. Because that's what we were, many of us in our 40s by then, with children and lives and a lumpy encrusted layer of experience. We are well into our 50s now. We've had lengthy careers, we've made a lot of games. But Monkey Island still defines us to a certain degree, or at least in the minds of many, we are those guys who made that game a long time ago. And it feels like there's some unfinished business there. When the opportunity arose to come back to Monkey Island, we were pretty much on the same page as to what we wanted to do. Guybrush, like us, is older now, and he's had a long and reasonably successful career. But he is mostly associated with something that happened a long time ago, and that feels unfinished to him.
The game is a goofy pirate adventure, the same as always, but it's all, but also it's a story about trying to recapture the past with all its alleged youthful strength and glory. Guybrush will both succeed and fail at this. He will sort of get what he wants, but it won't be what he expected. I predict the same for us. Interessant. Dus het is inderdaad een beetje een verhaal van hoe de makers van Monkey Island kijken naar het verhaal van Monkey Island. Wat heel interessant is om te zien. Leuk. Ja, dus mensen, ik bedank je voor het kijken van deze serie. Like, abonneer, reageer en deel het met je vrienden. En hoop je de volgende keer weer terug te zien bij een nieuwe serie op mijn kanaal. See ya!